De 60-jarige Marieke Nooy uit Nijmegen heeft een unieke prestatie neergezet. Ze won het Nederlands kampioenschap gewicht heffen voor haar leeftijdscategorie. En hierdoor is ze gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap. Ze heeft alleen wel een crowdfundingsactie nodig om hier aan mee te doen. Nooy doet nu al een aantal jaar crossfit hier in Nijmegen en ze is zich daarna steeds meer gaan focussen op het gewicht heffen, wat daar een onderdeel van is. Het landelijke succes zorgt ervoor dat ze zich nu op het Europese toneel mag gaan laten zien. Dus ik heb vorig jaar heb ik ook meegedaan het NK. Toen heb ik ook een goede prestatie neergezet. Had ik me eigenlijk ook geplaatst voor het EK, maar toen vond ik het eigenlijk nog te vroeg. Dit jaar dus weer meegedaan, ondanks dat ik 3 weken ervoor ziek was geweest. Dus eigenlijk niet had kunnen trainen. Maar me toch met mijn gewicht te kunnen plaatsen voor het EK. Ja, toen ik zoiets van Noorwegen, EK, dat past wel bij mij. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Gewoon omdat je waarschijnlijk ook gewoon veel meer mensen hebt die daaraan meedoen. Omdat het Europees is. En in Nederland ben ik eigenlijk een van de weinigen in mijn leeftijd en gewichtsklasse die dat doet. Dus dan ja, heb je gewoon veel meer tegenstanders. En kun je ook gewoon echt laten zien van waar je staat. Nooy is voorzichtig positief over haar kansen op het Europees kampioenschap. De sluiting is 1 april, dus dan krijg je eigenlijk pas te zien wie er verder allemaal meedoen. En dan kun je ook een beetje kijken. Dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Dus, maar ja, ik denk dat ik gewoon best voor mij ook een goede prestatie neer kan zetten. En ja, ik hoop dat dat natuurlijk een leuke medaillekansen gaat geven. Dat, ja. Deelname aan het EK brengt eigenlijk te veel kosten met zich mee voor Nooy. Een idee van haar vriendin moet hier een oplossing voor gaan bieden. Vliegen naar Noorwegen en dan je inschrijving, je verblijf, alles eromheen, extra trainingen. Ik zeg mijn osteopaat die ook nog een stukje daaraan bijdraagt om me zo fit mogelijk daarheen te krijgen. Dus ja, alles bij elkaar was dat gewoon zoveel geld. Ik dacht zo van ja, dat gaat gewoon niet worden. En een vriendin van mij die had zoiets zo van ja, dan zet er toch een crowdfund op. Ik zoiets van crowdfund, nou ja... Denk je dat gaat dan of zo? Denk je dat dat loopt? En daar is dat zoiets over. We gaan het gewoon doen. Dus zij heeft die crowdfund opgezet. En gewoon heel veel vrienden, bekenden, familie die al gedoneerd hebben. Dus we zijn al een heel eind gelukkig.